Klimaatverandering binnen het Caribisch gebied geniet meer dan ooit prioriteit. Dit zei CARICOM-voorzitter Irfan Ali gisteren op de laatste dag van de 46e CARICOM-leidersvergadering. De CARICOM-leiders kwamen bijeen voor een persconferentie waar zij urgente kwesties zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, economische ontwikkeling en regionale integratie bespraken. Ali benadrukte de noodzaak van actie om de gevolgen van klimaatveranderingen te bestrijden en riep op tot meer internationale samenwerking en financiering. Hij sprak ook over de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid en pleitte voor versterkte regionale samenwerking om de voedselproductie te verhogen. We head to COP29, where a new finance goal will be articulated to replace the $100 billion goal, which has not yet been met. The clear absence of definitive timelines for action and quantitative commitment for scaling up of investments, and particularly adaptation finance emerging out of COP28, caused great concern to our region. De CARICOM-leiders zullen de besproken issues de komende maanden verder uitwerken en actieplannen ontwikkelen. De volgende CARICOM-top is gepland voor december 2024 in Belize.